It's all I wanna do. Hallo met Jesse en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Jesse. En vandaag spelen we weer voor de allereerste keer sinds ik terug ben uit Parijs Call of Duty Black Ops 2. Ik ben 4 dagen weg geweest, dus ik heb 4 dagen niet kunnen gamen. We gaan even kijken of ik een goed potje neer kan zetten natuurlijk na 4 dagen. Nu horen we het, mijn stem is helemaal naar de tyfus. Oh my god, hier, ik had hem wel moeten hebben, maar mijn stem is natuurlijk een beetje naar de kloten, daar kan ik niks aan doen. Ik hoop dat ik er niet al te veel last van heb. We gaan gewoon kijken of we een goed potje neer kunnen gaan zetten natuurlijk. En als dat lukt, dan zou het mooi zijn. Het zijn we natuurlijk nog steeds gewoon goed. Lukt het niet, dan hebben we pech gespeeld met de Scar, hè? Gewoon. P-wapen voor de win natuurlijk. Enemy even. Teammate UAV, dankjewel teammate. Kijken of ik mijn hellstorm kan halen. En mijn leiding schrijf, want die heb ik nog steeds aangezet van de vorige opname voor Parijs. En what? What the fuck, ouwe? Nooit. What the hell? Dit vond ik gaaf, gek. Weer de eerste keer. Huppakee, gelijk een multi. En hier heb ik ook één iemand mee kunnen killen. Let's go, we staan 9-1. What the fuck? Teammate, nog een UAV. Lekker teammate. Holy shit, we gaan echt even lekker, hoor. Eerste potje naar hoeveel dagen? 4 dagen geloof ik? Nee, 5, want ik had maandag ook niet gegamed. Oh, hij is weggerend, gelukkig. Ik ga even achter mijn handen, heb ik mijn V-set. Kijken of ik hem kan halen, maar die trein komt er ook aan. Nee, ik ga niet challengen. Dus ga ik sowieso dood, dus ik loop hierheen, naar middelmap. Kijken of ik hem daar kan killen. Nee, ze loopt toch echt daar. Zit er één in dat gebouwtje misschien dat ik kan wel brengen? Nee, dat lukt niet. Kutzooi. Nogmaals, mijn stem is gewoon naar de tyfus van het scheven daar, zo in de achtbaan en zo. We hebben de vlog gisteren natuurlijk ook al gezien, mocht je die nog niet hebben gezien. Daar staat het link natuurlijk in de beschrijving. Nee, ik ben dood. Ik ben dood, even voor mijn V-set. Lekker teammate. Teammate liep dan met een unsigned wapen te schieten. Maar ja, maakt mij niet uit. Maar ik killde hij me. Het is ongeveer nog 1 maandje en dan is Black Ops 3 natuurlijk al uit. Dus daar heb ik ook echt heel veel zin in. Natuurlijk een maandje na mijn verjaardag. Dus ongeveer, ja, ik weet niet. Nou, het is wel... Oh, bijna nog ook gewoon, hè. Het is nu nog september. En dan wordt het na oktober. Dus het is ongeveer nog een maandje. Iets langer dan een maandje. Een maandje en 10 dagen. En dan is het zover. Dan is Black Ops 3 uit. Daar heb ik echt niet normaal veel zin in. Dat speel ga ik echt doodhard tryharden gewoon. Echt gewoon zo snel mogelijk gewoon alle dingen halen. Dus bijvoorbeeld alle wapens, diamond of iets. Wat het ook is. Want je kan je eigen camo maken. En er is nog niet iets geconfirmed van gouden camo's of iets. Maar dat zien we wel als de game uit is. Vieze head legit. Met zijn fucking tak 45. Huppakee, kom op jongen, nog 3 kills hebben we gewonnen. Nog 1. En we hebben gewonnen, holy shit. 18-4 is onze eindscore na gewoon 4 dagen niet hebben gespeeld. Niet heel lang dus. We hadden gewoon wel een goede score neer kunnen gaan zetten, want het is niet 8. Al te lang wordt het niet hebben gespeeld. Maar, mocht je natuurlijk wel genoten van deze video, laat dan even een blauw duimpje omhoog achter. Dat vind ik maar enorm. En ook jullie ook te zien bij de video van morgen. Dus jongens, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later.